helpen, Miluxie? Wow! Kijk! Goed maken! Ah, wat is dat? Heb je paard? Zie je de TikTokkers? Dan gaan we dus zelf filmen. Zo, dan mag ik het lekker op. Alles is. Schattig. Ja? Hilee. Ah, nog één keer doen. Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de... Bellinga's. Familievloggers. En het is zondagochtend. De kinderen zijn even lekker op de bank geploft met papa. Papa zit wonder met een boekje. Ja, de vijf talen van de kinderen. Luxie eet een lekker beschuitje. Luan ook een lekker beschuitje. Nee, trouwens, er is niks aan de hand. We eten gewoon een lekkere beschuitje. Met alles er zin in. Goedemorgen, Lucilla. We zijn even lekker televisie in te kijken en we chillen even lekker hier op deze zondagochtend. Dus kijk vandaag weer gezellig met ons. Nee. We een lekker aardbeidje erbij. Alsjeblieft. Gewoon niet uit de voortuin. Nee, net niet, nee. Dat nog net niet. Zo, nou, Luan en Lucilla en Luxie hebben een winkeltje weer open. Gaat dat in de opruiming, Luxie? Gaat dat vandaag allemaal in de opruiming? Nee. Gaat dat in de afprijzing, de opruiming? Nou, goedemorgen. Mooie mama en Lucilla. Het is alweer een paar uurtjes later. Ja. We hebben lekker broodjes smeren. Ja. Op deze mooie zondag, hè. Ik ga de honden even uitlaten. Ja. Is Luxie een croissantje aan het snijden? Ja. Mooi croissantje. Oh, wacht. Hier Luxie leeft zich helemaal uit met haar eigen keukentje. Zoals jullie zien. Hier moet je dat doen. Oh, op het plankje. En wij zijn er eventjes lekker een boterhammetje aan het eten. Ze waren vandaag allemaal honden boven honden super vroeg wakker. Met een centje. Dus ze waren al wat vroeger wakker, waardoor we nu wat gaan eten. Weer wat gaan eten. Ik ga een centje in je oor toveren. Een centje in mijn oor toveren? Ja. Wow, dat is knap. Dus we hebben hier nog even lekker ons... eigenlijk is het een ontbijtje, maar we hebben eigenlijk al ontbijt op heel vroeg vanochtend. Maar ze hadden weer een beetje trek in de buik, en ik ook wel. Dus we hebben weer een ontbijtje. En dan gaan we zo meteen iets heel erg leuks doen. Wat gaan wij doen, kinderen, vandaag? Ze willen heel graag TikToks opnemen. Sorry, mijn mond zat vol. TikTok! Zijn mond zat vol. TikTok! Waarom willen jullie dat zo graag, jongens? Ja. Oh ja. Gewoon omdat we het leuk vinden. Gewoon. Ik kan van dansen, dus ik ga naar dansen. Silla houdt van dansen. Oh ja. En dan moet ik steeds andere kleren aan doen en dan heb ik Ja, mag je andere outfitjes aan en dat vind je ook leuk, hè? Er zitten ook verhaaltjes bij TikToks. Er zitten ook verhaaltjes bij. En ik heb even gekeken op TikTok wat leuk is. Wat ik met Luan en Lucilla kan opnemen. Wat ook een beetje haalbaar is voor hun natuurlijk. Ik moet er heel eerlijk bij zeggen, jongens. Ik ben in TikTok gerold door Luan. Luan die kwam ermee thuis en die zei tegen mij... Mam, ik wil ook heel graag TikTok. Toen had ik eerst zoiets van, nou, hoezo, waarom... Maar ja, hij zei ook van in zijn klas hadden ook heel veel kinderen TikTok. En het leefde, op een of andere manier leeft het heel erg in de jeugd op dit moment. Dus ik ben samen met hem toen een TikTok-account gaan openen. Ik heb daar ook bepaalde instellingen gedaan dat dat ook safe is voor jonge kinderen. En als hij dan TikTokjes maakt, dan laat hij ze eerst aan mij zien en dan posten ze. Maar goed, hij was er zo lekker mee bezig dat eigenlijk uit zichzelf Lucilla er ook bij kwam. Ah. En die zei ook, mam... Ik wil ook een TikTok maken. Nou, toen heeft ze een keer een TikTokje gedaan op het account van Luan. Ik heb er maar eentje. Oké, je hebt nu eentje, hebben we een keertje gemaakt. Maar we gaan er vandaag wat meer maken. Oh, je borstkantje. Maar we gaan er vandaag eens wat meer maken. En gaan we ook voor Luan wat leuks maken. Voor jou wat leuke TikTokjes maken. En eens kijken, ja, dan posten ze die op dat account. Ik moet erbij zeggen, ik heb zelf geen eigen TikTok account. Ik kreeg die vraag nog wel eens. Van, oh Farah, ga jij niet ook TikTokken? Weet je, ik ben 32. Maar mama, een vraag. Ja. Wou je vroeger ook heel graag TikTokken? Maar schrik je, dat bestond nog niet. Oh. Ik had niet eens geweten wat het was. Ik had überhaupt niet geweten wat vloggen was. Dus had het toen bestaan, dan denk ik dat ik ook wel heel graag TikTok wou doen. Maar had je dat al doen? Dat had ik toen nog niet, maar het bestond ook niet. Maar stel dat het bestond, dan had ik het wel heel graag gewild, denk ik.
Als ik jullie leeftijd had. Alleen nu, ja, weet je wat het is? Als je een TikTok-account hebt, dan moet je af en toe een TikTokje erop posten en zo. En ik ben gewoon heel druk met de drie kinderen om me heen. We maken natuurlijk iedere dag een vlog. Dat betekent voor mij 7 dagen per week editen. We hebben ook nog de extra bonusvideo's van de kinderen op hun kanaal. Ik ben gewoon druk. Het werk zit me gewoon tot hier, zeg maar. Om ook nog eens, ik ben ook best wel actief op Instagram. Om ook nog TikTok erbij te doen, zeg maar, voor mijzelf. Omdat ik daarop echt zou willen groeien. Ja, weet je. Ik laat dat maar even voorbij lopen. Ja, Luan vindt het dus heel erg leuk. Lucilla vindt het dus ook heel erg leuk. Ik moet er eerlijk bij zeggen, ik doe dit niet om de accounts heel erg groot te maken, te laten groeien. En ik gebruik geen tags, dat ze dus makkelijk zichtbaar zijn. Ik gebruik, ze kunnen nog niet typen. Dus als ze, geen zendertje. Een zendertje? Een zendertje voor een film bedoel ik. Nee, geen centjes, hoor. Nee, dat is sowieso echt. De Instagram en TikTok is sowieso zijn geen betaalde dingen of überhaupt. Dat is echt gewoon omdat ze het leuk vinden. Instagram is trouwens ook helemaal niks commercieels aan. Dat post ik ook gewoon omdat ik het leuk vind. Ook helemaal geen samenwerkingen mee. Dus ik doe het sowieso niet om te heel groot en beroemd te worden voor hun, maar gewoon voor hunzelf. Dat ze dat leuk vinden. En omdat we dat. En ze vinden het om leuk ook om te delen voor jullie. Zodat onze volgers die ons kennen van YouTube. Gewoon de TikToks kunnen zien. Kijk dit dan. Luxie, ben jij op een paardje gaan zitten? Dat is een mooie unicorn. Kijk dan. Ja, liefie, kijk dan. Ze gaat op jouw unicorn zitten. Hé. Hey. Ja. Schatje. Dat is mooi. En dan gaat hij het geluidje maken. Waar is het geluidje? Waar zit het knopje? Oh, wauw. Ah, wil je dus de kinderen van... Wat is dat? Laat me even zitten. Ik kom niet verder met mijn verhaal, jongens. Ze zijn zo trots op ons boek. Heel erg leuk ook te lezen dat jullie ons boek ook zo leuk vinden. Onze kinderen die bladeren er iedere dag in. En ik moet zeggen dat ik hem zelf ook gewoon weer heb gelezen. Ja, dat is waar papa is gebleven, denk ik. Wat wou je laten zien? Dat zag je in je foto. Hier zitten, dan kan je hem zien. Ik wou... Hallo Lixie, op je paardje. Ja, mooi. Jouw vriendenboekje, die vind jij leuk, hè? Die heeft Lucilla ingevuld in ons eigen boek. Kijk, dat is haar foto erbij. Ik heb niet echt geschreven, dat heb de computer gedaan. Heeft de computer heeft geschreven. Maar jij hebt wel zelf de vragen beantwoord, hè? De computer. Op de laptop kan ook. De computer. Ik hou van K3, dat is mijn vriend. Ja, K3, ja. Ik ben Lucilla. Oké, gaan we deze. En even kijken. Je hobby's zijn dansen, tekenen, knutselen, foto's maken en fietsen. Heb je gezegd? En tekenen. En tekenen staat er ook bij. En je favoriete speelgoed is prinsessenjurken. Ja. En ook knuffels. En knuffels. Dat is ook heel gek. Eigenlijk zoveel dat het er niet op kon. Dus je moest er één kiezen. En jouw lievelingsdier is een... Poes. En even kijken, je kunt Lucilla wakker maken voor... Chocola. Chocola. Net als mama eigenlijk, hè? En jouw allergrootste wens was dat... Weet je die nog? Nee. Dat je altijd de baas wilde zijn. Oh ja! Dat zei ze toen. Dat ze altijd de baas wilde zijn. Nou, heel erg leuk. Maar wat wil ik eigenlijk nog vertellen? Oh ja, over TikTok was ik aan het vertellen. Wacht even. Kortom, wij gaan leuke TikToks opnemen. Wil je dus de kinderen volgen? Luan Bellinga _12 en Lucilla Bellinga _15. Ik weet het, jongens. Er zijn inmiddels ook heel veel fanaccounts. Heel erg lief dat er ook fanaccounts zijn. Net zoals op Instagram eigenlijk. Laat wel even weten op het account dat jij een fanaccount bent. 12 en 15. Zijn je de geboortejaren? Oh ja, ik ben op 12 geboren. Oh ja. 2012. En ja, 2015. Ik? Ja, 2015. 15. Er zijn overigens ook wat accounts die niet echt zijn. En die doen alsof het echte accounts zijn. Ik wil jullie wel erbij zeggen. Natuurlijk gebeurt het wel vaker. Gebeurt het wel meer. Maar als er geen post gedaan wordt met originele content. Dus filmpjes die jullie nog niet eerder hebben gezien. Dan is het een account van onszelf. Maar als het filmpjes zijn die geherpost zijn. Stukjes uit de vlog. Andere stukjes. Dat is natuurlijk gewoon een gekopieerd account. En dan doen ze alsof. Maar dat is natuurlijk niet echt. Ik wil er wel bij zeggen. De enige accounts die ik op TikTok heb. Zijn dus de TikTok accounts van Luan en Lucilla. En er bestaan geen Luxie accounts. Die hebben we er ook al bij. Er is geen Luxie account.
Je mag best wel een Instagram-account, Instagram of een TikTok of een fan-account. Maar laat even weten dat het een fan-account is. Dan is het hartstikke leuk als jullie fan-accounts voor ons maken. Dat even gezegd hebben. Mama. We gaan door. Lekker! Zie ik weer niet een TikTok-idee bij voorbij komen? Ja. Ik moet wel zeggen dat ze heel creatief zijn. Want ook Luan, die bedenkt iedere keer allemaal dingen. Oh man, dit is leuk voor mama, TikTok. Mama, en deze. Kijk, dan gaan ze iedere keer doen. Ja, kijk. En dan gaan we zo eens eventjes kijken of we TikTokjes kunnen opnemen. Ja. Oh ja, ook nog even. Ik moet er ook nog even bij zeggen. Sorry jongens, ik moet er heel veel bij zeggen. Ik ben geen officiële TikTok-editor. Dus het is allemaal maar heel amateuristisch en leuk. Gewoon leuke filmpjes voor de kids. Maar ja, weet je, het hele special effects en zo, dat kan ik zelf niet. En eigenlijk alles wat je ziet online met special effects. Maar waarom kun je dat op editen wel? En op Instagram kan je dat? Ja, maar zoals die TikToks, sommige TikTokkers, de echte, de officiële, goede, beroemde TikTokkers. Die maken heel veel, ja, die besteden heel veel tijd aan één TikTok. Maar dat kan mama niet. Nee, maar dat hoeft ook helemaal niet hoor, dat hoeft ook niet. Ik weet niet of jullie mij nog kunnen horen. Lixie, vind je unicorn zo leuk? Vind je die zo leuk, schatje? Dat is mooi, hè? Het geluidje vooral is ook zo mooi. Nou, ik drink hier nog heel eventjes mijn wortelsapje op. En dan gaan we eens even kijken of we een TikTokje kunnen maken. Goed, kinderen? Ja! Ja? Mocht je trouwens wel een fake account tegenkomen die zich voordoet alsof wij het zijn, meld dan eventjes het account. Rapporteer hem even dat het een nep-account is. En als jullie dat dan allemaal doen, dan wordt het account ook zo verwijderd. Oké, op. Alles is awesome. Op. Ja. Nou, we gaan een hele leuke TikTok opnemen voor eerste voor Lucilla. En dat is een heel leuk liedje met op, alles is op. En dan gaat ze Lucilla snoepjes, nee, koekjes, chocola en limonade gaat het over. En dan ben ik de moeder en jij het kind. En dan gaan we eens even kijken of wij samen deze TikTok opnemen. Goed? Oké, daar gaan we. Ik ga drie pakken. Even kijken hoe die moet. Dan gaan we dus zelf filmen. En moet je zeggen op, alles is op. Ja? 1, 2. Op, alles is op. Goed zo. Oké, nou volgende. Doe je echt goed, Olivie. En dan denkt ze, oh, dan mag ik het ook lekker opeten. Ja, ik zeg emmeren ze limonade dan, ja? 1, 2. Ja, en dan jij weer op. Alles is op. Ja? Ik hoef het alleen dat te zeggen. Op, alles is op. Hé, waar is de show? 1, 2, 3. Op, alles is op. Doe maar even nog een keer overnieuw. Ja, want je moet ook... Dan, moet je die limonade even laten zien? Ja. Ja, zo. 1, 2. Op, alles is op. Ja, maar de limonade is dichter bij je beek, bij je mond. En je moet hem even zo doen, dat je kan zien dat hij leeg is. Op, alles is op. Dat is ook een goeie. Ja. 1, 2. Op, alles is op. En waar zijn de koekjes? Nou, wacht even hoor. Maar waar zijn de koekjes dan? Oh, pak nou maar die koekjes. 1, 2. Mama, wat moet je aanstellen? Ja, maar ik moet even de koekjes opeten. Nee, nee, is dat nee, niet echt leuk? Vind ik je haar ook dan maar niet? Nee, leuk. Niet naar mijn haar, oké. Maar. Mama, de koekjes. Kijk, ja, dat is leuk. Maar ja, ik moet deze hoor. Ik moet deze in mijn oor. Jij bent klein. Ja, doe maar zo. Ik moet deze allemaal streken. Nee, hoef je niet allemaal op te eten, liefie. Doe maar zo. Van op, alles is op. 1, 2. Op, alles is op. Veel. Oh, handen bij elkaar, dan kan je koekjes zien, hè? Kijk eens, volgens mij is het gelukt. Waar is de chocolade? Op, alles is op. En waar is de limonade? Op, alles is op. Maar waar zijn de koekjes dan? Op, alles is op. We gaan hem posten. De eerste gaan we posten. We hebben ook een hele leuke voor Luan gevonden. Hij gaat zijn handen wassen op een hele leuke manier, hè jongen? Nou, en ik ga hier boven op de stoel staan. Ik ga het vanaf boven ga ik het filmen.
Even kijken, ja, zodat je ook niet alle rotzooi, rotzooi eromheen ziet. Mama, je kan hem ook hier neerzetten. Nee, maar dan zie je de rotzooi daar. Kijk, daar heb ik ook rotzooi. Als ik zoveel, dan zie je daar. Dus ik doe het zo vanaf boven. Dan is het, lijkt het alsof alles heel schoon is in de keuken. Goed? Oké. Okay. Nou. 5, 4. Wacht even. 1. Weet je wat je moet doen? Ja, maar mam, tel tot 5 tot net 0. Maar ik heb tijd. Oké, ik ga iets verder weg staan. Emma, geluid en... Wacht even. Ja, hier. Rook maar even je handen af. Maar, hè? Ga even nog een keer kijken hoe die ging. Want hij is langer dan dat je dacht. Ja. Even kijken. Ik wil het wel zien. In elkaar klappen. Je moest toch in elkaar klappen. Het zijn 4 dingen. Eerst doe je de kraan aan. Zeep op je hand. Klap in je handen. En dan ga je... Ja? Oké, we gaan het nog een keer proberen. Take 2, jongens. Take 2. Dan gaat ie, hè? 1, 2, 3. Ja? Nee, maar nog een keer. Nou. We moeten hem nog een keer doen. Ik denk dat je hem 5 keer moet doen. Het is, we gaan even tellen hoeveel je moet hebben, ja? Even luisteren. Oké. 1, 2, 3, 4, 5. Bij de 5e. Je moet 5 dingen hebben. Maar wat voor 5 dingen? Eerst doen we nu even zo. Dat je naar de camera doet van toe. Van, dat is de eerste. En dan? Ja. En dan kraan aan. 2. Zeepje is 3. Handen is 4. En was is 5. Dan hebben we hem erop. Oké. Okay. Nee. Poging 3. Maar dat allemaal voor een filmpje van 10 seconden. Nee, van 15 seconden, hè? Ja, nee, hij is net 10 seconden. Echt? Ja, ik heb hem... Ja, 15 seconden. Sorry. 15 seconden. 2. Go. Nee. Die was niet goed. Die was goed. Nee, je klapt. Eerst naar de camera. Niet klappen. Dat doe je pas als je zeep op je handen hebt. Dus eerst de mama. Kraan open. Ja. 2 is kraan open. Mama, maar jij doet hem ook elke keer. Nee, maar je gaat te snel. Eerst naar de camera. Kraan open. Zeep erop. Klappen. En dan wassen. Als jij het was. Hé, nee, ik doe het je niet na, jongen. Ik doe het je niet na. Doe dat. 1, 2, go. Kraan. Zeep. Klap. Wassen. Volgens mij is het gelukt. Ja hoor jongen, vind je hem goed? Vind je hem goed? Nee, ik vind hem niet goed. Niet? Nee. Niet goed? Nee. Moet hij overnieuw? Ja. Hij moet overnieuw. Oké. Laatste poging, Luan. Nog 1 keer. Ik zet jullie even hier neer. En dan ga ik hem nog 1 keertje opnemen. Goed? Dus we hebben 5 dingen. Het eerste is camera. Dan kraan. Zeep. Klap. Wassen. Maar ik ga niet met die billen zo doen. Nee, je hoeft niet met die billen zo doen. Nee, maar toch geen raar. Oké. 1, 2, go. Kraan. Zeep. Nee, je zit in de vertelling. Je moet sneller. Overnieuw. Zeep. Klap. Hoe vaak heb je je handen al gewassen? Ik denk dat ik heel erg schoon ben. 1, 2, camera. Kraan. Zeep. Slaan. En wassen. Oké, nu weer eentje voor Lucilla. Goed? Zo, nou, Lucilla die is weer aan de beurt. Ik ga de filmpjes die we nu maken niet allemaal in één keer op het... uploaden, zeg maar, of op TikTok zetten. Ik sla ze eerst op, zeg maar. Dus je wilt nu even een ander outfitje aan, dat de filmpjes wel allemaal een ander setje hebben. Ja, dan denk je dat het weer een ander dag is. Ja, dat is wel zo leuk, hè? Ja. Oké, gaan we springen? Ja. 1, 2, 3. Tada! Oké, we gaan weer een leuke voor Lucilla uitzoeken. Zullen we ook gaan oefenen? Gaan we eerst even oefenen, oké? Het is best moeilijk. Ja. Even kijken. Ja. Ja. Ja.
maar ook met die... Wacht even. Hier wordt dus iemand vier zo, zo. Deze zo. Eén pink. De rest zo. Dan die andere erbij. Doe die andere er maar bij. Nee, naar boven. Pink naar boven. Ja? En dan draait ze hem om. En dan doet ze de duim. De duim. Ja. De duim krom. Krom. Kijk maar. Duim is krom. Ja, maar dan heb je een hartje. Dan heb je een hartje met je vingers. Zullen we hem even oefenen? Nee, ik vind hard. Ik vind deze makkelijker. Ja, die is wel makkelijker. En dan doe je de duimpjes hierboven. Doe je zo in een boogje. Kijk, heb je een hartje? Je hebt een hartje. Ja, kijk. Je hebt een hartje. Zie je dat? Grappig, hè? Zullen we eens proberen? Ja, maar kijk. Zo gaat hij doem, 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 doem. Ja, dat is best leuk, hoor. We hebben het eindje een klein beetje aangepast. Omdat het toch iets te moeilijk was met dit. Dus dun, 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 dun. Dat is het laatste. Ja, maar ik doe mijn delen opnemen. Eerst moet je 1, 2, 3 zeggen. Ja, dan gaan we eerst luisteren. 1, 2, 3. Ja? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ja? 1, 2, 3. 3, 2, 1. Ja. Oké, dan doen we. Eerst doe je dus iedere keer. Iedere keer wat anders. Maar iedere keer is het. Je begint met het kusje. Ja? Dus. 1, 2, 3. Oké. En nou, nog een keer. En dan doe je schouder zo. Bij dat toe. Maar echt snel. Goed zo. Ja. Ja, Luan die staat in de spiegel. Oh. 1, 2. Ja. Heel goed. En dan weer. Wat kan je dan doen? Breng nog eens wat leuks. Nee, je moet wel gaan zitten. Kan jij doen? Ja, nog dan. Zo dus. Ja, dat is leuk. Ja, dat is leuk. Ja, eerst het kusje en dan zo met die handen. 1, 2. En dan het laatste, wat zeg je dan? En dan het handje. Het is zo. 1, 1, 1. Ja? Ja? Oké, het handje. 1, 2, 3. Hand, hand, hand en hartje. Bijna. Ik word zo. 1, 2. Super schattig. Echt heel erg knap gedaan, Sil. Echt knap. Lucilla die heeft haar tweede TikTokje opgenomen voor vandaag. En Luan die gaat even een ander shirtje aandoen. Dus leuk dat iedere keer een ander shirtje aan heeft. Anders hebben alle TikTokjes hebben dezelfde outfit aan. Zullen we dat shirtje doen? Dus pakken we een gele. Een stoere. Deze? Geel. Vind ik okay. Mooi. Nou, dan doen we deze eventjes aan. Geel was mijn lievelingskleur. Dan gaan we. 1, 2. Oh, hij doet het al zo. We zijn op Luan's kamer gekomen en hij wilde een leuke TikTok bij deze spiegel opnemen. We hebben een hele leuke gezien, hè? En er was een hele leuke op... Welke, waar hebben we het gezien? Ja. Oké. Dat is wel heel lastig, hè? Dan moeten we wel even gaan oefenen. Ja, ik denk dat we wel even een kwartiertje bezig zijn. Luan, gaan we even kijken hoe dit dansje ziet. We hebben hier een andere nog gevonden. Die laat het dansje iets beter zien. We gaan eens even oefenen hoe dit dansje gaat nu. Dat wordt wel even een dingetje. Toem, toem, toem. Makkerika. Ja, net als de makkerika. Makkerika. En dan doet ze fout tussen om. Toem, 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 toem. Dus die, 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 die. Ja. Oké, en dan, wacht even. Wat? Achter de hoofd. Oké, dus die, 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 die. Achter je hoofd. Wat? Achter je hoofd. Nog een keer. Arm rechts. Arm rechts. Om de beurt, hè? Dus eerst die, 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 die. En dan achter je hoofd. Achter je hoofd. Oké, nog een keertje. Kom, maar moet je niet sneller doen, hè? Ja. 1, 2, 3. Die, 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 die. Oké, nog een keer. 1, 2, 3. Die, 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 die. Ja, maar je moet rustig tellen. Je doet alles tegelijk. Ja, wacht even, is het er dan of gaat het nog verder? En dan gaat ze
hier. Oh ja, bij de heupen. Dus is die. Nee, echt hier, dan, hè? Ja. Hier, niet bij de buik. En dan gaat ze ook nog hier op de heupen. Dus eerst op de buik en dan op de heupen. Oh. En dan bij. Maar dan, hoe deed dus, hij? Dus wacht even. Ja, maar dat is op het einde. Eerst deze moet je doen. Op het einde kun je nog een beetje zo improviseren. Dus het is tuk. Ja? Volgens mij kon ik hem een beetje. Ik ben ook goed. Hé, ik ben ook goed in TikTok. Jij! Luan wil dan hier deze achtergrond gebruiken. Dus ik ga eens kijken of ik Luan kan filmen. En of die deurtje goed... Moet ik alleen niet mezelf in de spiegel zien, zie ik nou. Even kijken. Moet ik hier zitten? Dan zie ik mezelf in de spiegel filmen. En die kast moet dicht. Zie je die in de spiegel? Even kijken. Even, moet je wel naar mama toe kijken? Ja, waar zie je jou? Nee, je ziet voor de rest niks. Je ziet nu alleen de achtergrond, de spiegel en je Duplo. Duplo? Ja, dat, ja, maar dat mag maar niet zo. Nee. Oké, maar iets meer in het midden gaan staan. Oh! Batterij leeg. Ah. Kijk, een gezicht. Nu moeten we even pauze houden. Mama moet even de batterij opladen. Goed, kun je alvast nog eventjes je dansje extra goed oefenen. Zo, ik heb even een draadje gepakt. Zodat we even hier een stekkertje erbij hebben. En dan film ik je gewoon vanaf hier. Gaan we even weer een nieuwe hoek zoeken. Goed? Het is wat. Nee. Ja. Oké. We moeten wat voor over hebben hoor, om TikTokjes te maken. Kijk, het lijkt allemaal heel erg makkelijk. Even een paar seconden videootje. Maar je verkijkt je erop hoeveel werk het eigenlijk is. En ook om toch echt wel die dansjes te oefenen. Want kijk, Luan ook, je moet even weten. Zo. Ik deed hem nou ook nog gewoon. Ik vind het wel grappig eigenlijk. Nou Lu, hij is weer aan. Hij was gewoon nee uit. Jongen, ik... Mam, ik vind het echt nog steeds moeilijk. Kijk wat ik doe. Wil je nog een keer oefenen? Kijk even. Kijk wat ik doe. Oké. Okay. Nee, maar je gaat helemaal door de war. Maar je moet het rustig. In je hoofd moet je het stapsgewijs doen. Die, kom eens naast me. Maar hun doen op het filmpje dus snel. Ja. Tum, tum. Doe maar eens gewoon met me mee. Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Het is een soort vouwpakketje. Je bent een soort vouwpakketje. Jij begint, als je de muziek hoort, begin je... Ja, dan zie je niet meer wat je doet. Maar in principe is het een heel makkelijk iets. Het is natuurlijk voor kinderen best wel lastig af en toe. Die? Nee, zullen we het samen tellen? Mama gaat tellen. Oké. Okay. Ja? 5, 6, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, je moet tellen op de maat. Nog een keer. Nog een keer. 1, 2, 3... 1, nee, we gaan weer verder van het begin. Oh. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nog een keer. Dat stukje ging het niet goed. Die. En deze. En die. Doe maar mee. Ja. Maar je moet toch kruis maken? Die. Ja, doe ik ook. En die andere die achter je hoofd. Achter je hoofd. Op je buik. Op je heup. Op je heup. Uh-huh. Nog een keer. 1, 2, 3, 4. Kruis. Nee, eerst kruis. 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 Dan hoofd. Hoofd. Buik. Buik. Heup. Heup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8. Buik. Buik. Heup. Heup. Tring, tjing. Zie, je weet hem wel. Alleen nu moet hij nog vaker doen, zodat je hem sneller kan. Maar ik moet hem sneller doen. Ja, dus dan moeten we nog sneller oefenen. Buik. Tring, tjing. Ja? Ja. We gaan hem gewoon een keer doen. Voor het echie. Nou, we gaan nu even hier staan, omdat ik hier de kabel heb. Mam, 5, hè? Tot 5 tellen? Ja. Oké. Okay. 1, 2. Mam, ik zit op 5. Komt hier? Go! Kijk, we kunnen nog één keer doen. Ik
post sowieso niet alle video's nu meteen online. Dan krijg je meteen een overload van allemaal video's. Dus dan zet ik hem even op privé. En dan post ik hem als privé. Dan slaat hij hem op mijn filmrol. En dan... ja, dan is hij opgeslagen. Even kijken, dan staat hij op mijn filmrol. Ja, dan staat hij op de filmrol. En dan verwijder ik hem weer. Zo heb ik hem alsnog, zeg maar, als een soort backup. Ik weet niet hoe ik het anders moet doen, namelijk. Oké, kom op. Ready? Let's go. Zo, diep de zin in. Go. Je moest doorgaan. Want je deed het prima. Maar ik deed bij mijn kont. Dat maakt niet uit. Dat was leuk. Nog een keer. 1, 2, 3, go. Let op, daar komt ie. Nou, meneer de perfectionist wou hem dus nog een keer. Ja. Dat is niet goed. Oké, de laatste keer. Ja, en als deze niet goed gaat, gebruiken we de eerste, ja? Ja, de eerste. Oké, nou, nog één keertje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, poem, poem, tjoe. Ja? Wat? Nee, die was mooi. Komt-ie. Even kijken. Ik hoop dat ik hem goed heb gedaan. Die was goed! Ja, vond je hem goed? Die was goed! Ja, ben je er blij mee? Die was goed, jongens! Nee, die was goed. Ja, doe dat. Ja, deze vind je goed? Doe maar, mam. Oké. Papa, dat zijn lieve meisjes. Lekker in de voortuin, hè? Lekker aan het schommelen. Gaan we even lekker in het parkje? Ja. De hondjes uitlaten met z'n drieën. Luxie, wil je op jouw pinnenvliet vasthouden of zo? Luxie, hou maar vast. Nee. Deze. Luxie, ik ga steeds in de poppen. Nou hoor. Dag, Hoosje. Als ik op mijn eerste wil en ik op mijn eigen fiets, moet ik zelf tillen aan de fiets. Nou. Maar. Ik ben een beetje. Doei! Doei! Luxie heeft wel eens mijn eerste bed. Ja, zo. Dit zijn zonnebloemen. Dat is gek. Ik ga je pakken, man! Doei! En er staan altijd op de kaarten staan met twee dezelfde. Maar ze zijn niet altijd even groot, maar wel hetzelfde. Dus jij moet kijken welk plaatje is hetzelfde. Twee sommetjes. En dan mag jij hem dus hebben. En dan leg ik er weer twee op tafel. Dat is echt een heel leuk spelletje. Kijk, leg er twee op tafel. En dan moeten we allemaal kijken wie het eerste ziet wat hetzelfde is. Die mag hem die hebben. Die en die! Ja, mag jij hem hebben. Goed zo. Gaat de volgende, hè? Die en die. Goed kijken. Goed kijken. Dit zo! Ja, dan is die voor jou. Terwijl de kinderen even verder spelen, gaan we zo lekker avond eten en deze vlog afsluiten. Volgens mij heb ik heel veel gevlogd vandaag. Met gezellig dat je er weer bij was. Vond je het weer een leuke vlog? Even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren en klik op het belletje. We zien je morgen weer in een vlog. Tot morgen. Oké, okay, poes, poes. Volg je hart, wees lekker met ons mee. De hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee.